Minister Gideon Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen heeft dinsdag in de Nationale Assemblée aangegeven dat de status van de onderhandelingen met de Alcoa ongewijzigd is gebleven. Onder meer is een partner gevonden in de Monaco Groep. Als de Amerikaanse multinationale Alcoa instemt met de verkoop van de Suralco-raffinaderij de Paranam, kan de samenwerking tussen Suriname en Monaco Resources verder worden uitgebouwd. Er is daarvoor een memorandum of understanding getekend. Verder is de regering bezig met de samenstelling van een nieuw onderhandelingsteam, geeft de minister aan. Daarnaast heeft ook op instigatie van het parlement heeft de regering het pad ingezet om nationale en internationale expertise te recruteren voor het opzetten van een nieuw onderhandelingsteam. Die is dus van waar we zijn gestopt eigenlijk met de Alcoa, voor te gaan met het proces voor onderhandeling. We zijn zeer zorgvuldig geweest met het selecteren van de experts. Het is een combinatie tussen lokale en internationale experts. En we hebben wat vertraging opgelopen omdat er wat zaken ook naar boven waren gekomen over de Monaco-groep en zo. Dat is ook uitgezocht. De besprekingen daarover hebben plaatsgevonden ook hier te landen en in het buitenland. We hebben ook de verschillende brieven uitgestuurd naar maatschappelijke organisaties voor deelname in relevante organisaties voor deelname in die commissie. Ze zijn zo goed als rond. De mensen hebben dus kandidaten voorgedragen. En we zijn nu in dus de finale fase daarvoor. Minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij heeft dinsdag in de Nationale Assemblée aangegeven dat de status van de onderhandelingen met de Alcoa ongewijzigd is gebleven.